Oh, kijk. Dat is echt pure paniek, jongens. Pure paniek. Hoi, lieve onderfamilie. En welkom weer bij deze gloednieuwe Leuk of Meuk. Hi, ben je er ook weer een keertje bij? Het is super heet buiten. Ik ga het zo goed mogelijk voor jullie allemaal proberen te brengen. Ja, ik ben een beetje oververhit op dit moment. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want als ik iets leuk vind in het leven, dan is het iets testen. We kennen natuurlijk allemaal deze trend wel. Met de pailletjes, je ziet ze op kleren, je ziet ze op schoenen. Overal zie je dit soort dingen verschijnen. Ik vind het zelf een hele leuke trend. Als het kerst is, dan maak ik hem goud. En als het Halloween is, dan maak ik hem helemaal zwart. Kijk, en dan kan je er ook nog allemaal figuurtjes op tekenen als je wil. Het is fantastisch. En er wordt heel veel mee gevarieerd. Tegenwoordig heb je zelfs niet alleen kleding met pailletjes, maar ook speelgoed met pailletjes. En vandaag heb ik dus de sequins voor jullie. Ik heb de eerste serie van de sequins toegestuurd gekregen in deze doos. Het is dus nog een verrassing voor mij wat ik hier ga aantreffen. Ik heb stiekem wel eentje al uitgepakt om te kijken of het allemaal klopte. Deze video is trouwens in samenwerking met sequins. Maar dat zal mijn mening nooit beïnvloeden in Leuk of Meuk. Als ik iets test, dan geef ik gewoon echt mijn eerlijke mening erover. Nou, wat zijn sequins nou eigenlijk? Het zijn van die hele schattige poppetjes met dus zo'n paillettengezichtje die je omhoog kunt swipen, zodat die van emotie verandert. Trouwens jongens, kijk even mijn slippers. Ik heb ze weer aan hoor. De wereldberoemde fietsslippers van AliExpress. Dolly, hou je mond. Op dit moment zijn de sequins te koop bij Top 1 Toys voor €9,99 per stuk. Wat er dan ook nog bij zit is een soort van stickervelletje waarmee je het strikje van het poppetje kunt versieren. Ik ga de hele serie ook weggeven aan een van mijn kijkers. Nu hebben we helaas 10.000 likes vorige week niet gehaald. Dat betekent dat het prijzenpakket met het product van vandaag nog groter gaat worden. Dus hetgene wat ik ga weggeven dit keer als we volgende week de 10.000 likes hebben gehaald zijn de Unis. De Mega Balloon, het Nickelodeon Slime, de Glibby Snowball en dus een hele serie van de sequins. En dat zijn er geloof ik 6. Als je dan uiteindelijk echt kans wil maken op die hele grote prijs, moet je het volgende doen. Like natuurlijk eerst deze video, abonneer op mijn kanaal en vul het formulier in wat onder in de beschrijving staat. En ben je onder de 18, vraag je ouders om toestemming. Lieve jongens en meisjes, heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is let's go! Ik ga maar eens beginnen met de allereerste. Het hele grappige hieraan is, ze hebben allemaal een eigen karakter, een eigen emotie en ook een eigen naam. Ze zijn echt super schattig. En dan begin ik met deze. Ja, wat is het? Is het een koala beer? Maar moet je kijken hoe cute het is. Dit zijn natuurlijk pailletjes. Dat betekent dat ze dus niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Het is gewoon een beertje. Oh, ik vind deze er echt heel erg schattig uitzien. Hij is dus blauw met roze accentjes. Hier zo dat lintje. Het voelt trouwens heel zacht aan. Echt zacht plastic. Kwalitatief voelt het gewoon heel erg goed aan. Mega schattig. Zo'n klein lijfje. Zo'n enorme kop erop. Dan ga ik maar eens eventjes swipen. Dan ben ik heel benieuwd wat we te zien krijgen. En hoe die gaat veranderen. En wat voor soort emotie we te zien krijgen. In 3, 2, 1. Oké. Zitten hier achter in het pakketje de gemstones. Ik ben trouwens nog benieuwd wat hier nog meer in zit. Dus ik ga straks het labeltje eventjes openmaken. En ik vind het heel grappig hoe die dan zo verandert. En dan doe je hem natuurlijk weer terug. En doe je weer omhoog. Het is maar waar jij zin in hebt hoe die eruit ziet. En dat kan je helemaal zelf bepalen. Je hoeft alleen maar te swipen. Hartstikke schattig. Ja, deze serie bevat dus 6 verschillende poppetjes. Dit is in ieder geval mijn poppetje. En die heet Spark. We gaan door naar de volgende. Maar we hebben natuurlijk de gemstones nog. Die kunnen we versieren en hem een beetje meer karakter geven. Toch een klein knutselelementje eraan. Dat ga ik straks gewoon eventjes doen aan mijn tafeltje. Ik ben nu gewoon heel erg benieuwd wat er nog meer in de doos zit. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn lieve beertje Spark. Next. De volgende. Oh my god. Deze is zo leuk. Oh, ik vind hem echt heel leuk. Het is een unicorn en hij past heel erg goed bij mij, bij mijn haar. Je hebt hier echt een soort van wolkenhaartjes om die hoorn heen en dan het leuke strikje erbij. En dat haar loopt helemaal door naar de achterkant. Mega schattig en dan die hoefjes hier zo. Heel gedetailleerd allemaal. En dit is dus het gezicht. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want het is lastig om echt op camera goed te krijgen. Ze heeft in ieder geval haar oogjes dicht. En ze heeft dan een lachend snuitje, zoals je ziet. Neusgaatjes, blozende wangjes. We gaan hem omhoog swipen en dan ben ik benieuwd wat voor emotie ze dan heeft. Zo. Oh, ze kijkt super geschrokken. Ze kijkt echt enorm geschrokken of ze gilt of zo. Het is in ieder geval alsof ze een spook heeft gezien.
ze is behoorlijk van het padje af in ieder geval. Niet normaal, wat een angst heeft deze unicorn. Ik vind het gewoon bijna een beetje sneu. Moet ik er wel even bij zeggen, lieve jongens en meisjes. In het echt zie je er veel meer van dan ik op camera zo op het beeldje kan zien. Dus ik hoop dat het een beetje goed overeenkomt. Maar het lijkt of heel licht of heel donker. En dat komt gewoon door de weerspiegeling en door de camera. Want in het echt is het gezichtje mega, mega, mega duidelijk. Hier, de gemstones, die gaan we natuurlijk straks ook gebruiken voor het versieren van het strikje. Hier zie je er op het labeltje. Wel een hele leuke naam trouwens, want ze heet Lumini. Ja, dat vind ik wel een hele leuke, toffe naam voor een unicorn. Gaan door naar de volgende. We hebben een soort van hele display gekregen met de sequins. Ik ga ze gewoon allemaal even op de display zetten. Jongens, kijk dan wat een gezellige boel we hier dan hebben. Dit is dus display hoe het waarschijnlijk dan in de winkel zou komen te liggen. Ziet er natuurlijk wel heel hoopgevend en leuk en gezellig uit. Dit is dus de hele set die ik dan ga weggeven, jongens. 6 van deze sequins. Heb ik hier eentje en het lijkt een soort broertje of zusje van Tweety. Deze heeft het strikje aan het nekje zitten. Ook super schattig. En een blauw strikje. Hartstikke leuke kleurencombi ook zo. Super schattig gezichtje, snaveltje, zelfs haartjes zo op zijn voorhoofd. Ook deze gaan we weer swipen. Oké, en dan wordt het gezichtje heel licht. Hij kijkt een soort van verliefd of zo hier een beetje. Hij heeft wat meer kraaltjes in zijn ogen. Hier heeft hij gewoon wat helderdere oogjes. Als we hem zeg maar omswipen, ja, je ziet hier zeg maar het verschil. De kleuren zijn gewoon net iets anders. Hij kijkt gewoon net wat sipper uit de oogjes. Gaan we verder met mijn lievelingsdier. En dat is dit ontzettend schattige hondje. Echt, wat een lieverd is dit. Doet me wel een klein beetje denken aan Dolly zo. Je ziet heel duidelijk het gezicht hier. Combinatie tussen blauw, roze, zilver en wit. Ik vind het hartstikke schattig. En die voetjes ook, jongens. Ik wil eraan likken gewoon. Staartje, dit is duidelijk een hond. Wat is zijn naam? Ik ben heel benieuwd. Dit is Crystal. Crystal, ik vind je hartstikke leuk. Welkom bij de onderfamilie. Jij bent toch een partijtje schattig. Nou ben ik wel heel erg benieuwd, dus we gaan eventjes swipen. Eens even zien. Kom op, Crystal. Ga maar eens eventjes een mooi gezichtje geven. 3, 2, 1. Hoppa. Oh, kijk. Dat is echt pure paniek, jongens. Pure paniek. Dit is niet normaal. En natuurlijk de gemstones zitten weer hier achterin. Nou, Crystal, zullen we maar eens even verder gaan naar de volgende? Oké, hier hebben we onze uil. Dit is de ene laatste alweer. Dit is nummer 5. En deze uil heet Emmy. Dit is Emmy, jongens. Emmy de uil. In dit geval heeft Emmy de oogjes dicht. En wat er gebeurt als we gaan swipen, dat gaan we nu eventjes zien. Ik zie wat geels en de oogjes gaan open. Ik vind persoonlijk zelfs de swipe variant veel leuker, omdat die niet geswiped is. Van Emmy met de ogen dicht naar de ogen open. Super tof. Gaan we alweer verder naar de allerlaatste. En dit is Safira. Super chique naam. Safira is een kat. Kijk, de vorm van de oortjes en het buikje zo wit. En dan natuurlijk de pootjes niet te vergeten. Hartstikke leuk zo. Het is dus gewoon een hele vrolijke kat op dit moment. Maar wat gaat er gebeuren als we hem swipen? Wordt hij misschien verdrietig? Wordt hij misschien boos? Wordt hij misschien slaperig? 3, 2, 1. Oh, kijk! Hij is gewoon super onder de indruk van iets. Oh my god, ik ben zo fluffy dat ik het gewoon helemaal niet meer weet. En ik schrik me kapot. Zo fluffy ben ik. Dat straalt hij uit. Ik ga de sequence maar eens eventjes oppimpen met de gemstones die erbij zitten. Ja, daarmee gaan we maar eens eventjes het strikje versieren van deze beestjes.
hebben de sequence nu uitgebreid getest. Ik heb de strikjes versierd en nou, het ziet er hartstikke leuk uit. Met die gemstone ziet het er net toch ietsjes gezelliger uit allemaal. Het zit kwalitatief gewoon heel erg goed in elkaar. Ik kan jullie vertellen dat dit gewoon mega zacht is en heel erg lekker aanvoelt. Het is bijna gewoon alsof het ja, van fluweel is of zo. Hij verandert dan vaak van kleur, van emotie. En de ene heeft weer een heel ander karaktertje dan de ander. En met namen erbij. Het is gewoon wel een heel leuk verzameldingetje. Maar hoe dit in elkaar zit, hoe dit eruit ziet. Ik heb een zwak voor dit soort dingen. Met die paillettentrend hebben ze gewoon iets heel leuks kunnen maken. 10 euro is natuurlijk best wel wat geld. Maar tegenwoordig betaal je gewoon best wel veel voor speelgoed. Zeker als het van goede kwaliteit is. Gewoon een eerlijke prijs, vind ik zelf. En het is de eerste serie, dus waarschijnlijk komen er meer series aan, dan is het hartstikke leuk om zulke dingetjes te verzamelen. Ik heb natuurlijk pas geleden een tas vol van de minifiguurtjes getest en er zaten gewoon ook figuurtjes bij die al 6 euro kosten. Nou, voor 4 euro meer heb je dus zo'n hele grote. Dus wat betreft de prijs, 10 euro, vind ik behoorlijk netjes. Ja, en of ik het dan een leuk of een meuk waard vind, dat is natuurlijk het hele ding. Wat vind ik ervan? Ik geef de sequence toch wel een leuk. Zeker weten, jongens. Hartstikke enthousiast. Ik ben fan. Ik vind het gewoon qua prijs- en kwaliteitsverhouding hartstikke goed in verhouding en leuk in elkaar zitten. Ik denk dat als je van deze trend houdt, dat de sequence zeker niet kunnen missen in je collectie. Kom nu een poll tevoorschijn, dan kun jij stemmen of jij de sequence een leuk of een meuk waard vindt. En bij de 10.000 likes geef ik zo'n hele serie aan een van mijn kijkers weg. Doe gezellig mee met de winactie. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend toe. Heel veel plezier, heel veel kusjes. Mwah. Tot de volgende keer! Dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei! Tot de volgende keer. Dag!